Universiteit van Nederland. Cheese! Iedere keer dat jij over straat loopt, sta je op beeld. Vaak zonder dat je het in de gaten hebt. In Nederland hangen minstens 314.000 camera's. En dat zijn dan alleen nog maar de camera's die netjes geregistreerd staan. Zoals gemeentecamera's en camera's die bij de politie zijn aangemeld. Ja, de huistuin en keuken, ringdeurbellen, etc. Daarvan weten we niet of ze allemaal zijn aangemeld. En waarschijnlijk niet. Dus het aantal camera's zal vele malen hoger liggen, denk ik. Ja, het schrikbeeld is natuurlijk dat al dit soort camera's, die individueel misschien maar heel weinig registreren, gekoppeld worden. En dat je dus van op een afstand al dit soort informatie live kunt uitlezen. Nou, daar zijn we nu echt niet, maar we nemen wel steeds een stapje verder. We kwamen uit een samenleving waarin helemaal niets werd opgenomen. Toen kwamen er camera's voor alleen maar politie- en justitiedoeleinden. Gemeenten kregen bevoegdheden om dit soort camera's te plaatsen. Nu zien we dat consumentenelektronica een grote rol speelt bij steeds meer van dit soort camera's. Ja, je kan niet meer over straat bijna zonder dat je dus onbespied bent. En dat lijkt me geen goed idee. Dit is jurist Anna Berlet van de Open Universiteit. Zij is gespecialiseerd in privacyrecht. Met Anna gaan we op camera-speurtocht door Utrecht. En we hoeven niet lang te zoeken. Hier precies onder het afdakje zien we een camera hangen. We zien daar maar liefst 3 camera's hangen. En die filmen allemaal zowel de directe omgeving als een stukje van de openbare weg. Hier hangt ook een beveiligingscamera op het souvenirswinkeltje. En daarboven, daar wordt aangekondigd dat er cameracontrole is. Dus je kunt, als je dit gedeelte inloopt, kun je verwachten dat je ook op de camera's van bijvoorbeeld gemeente, dan wel politie, zult worden geregistreerd. Nou, en daar zien we ook een hele grote domecamera hangen. En dat is een camera van de gemeente hoogstwaarschijnlijk, die de omgeving hier filmt voor met betrekking tot de openbare orde, om die in de gaten te houden. Op straat vind je dus beveiligingscamera's, gemeentecamera's, ook verkeerscamera's. En wat dacht je van camera's in de bus en trein? Wildcamera's kennen we ook. Dat wordt met name natuurlijk gedaan om ervoor te zorgen dat je kunt zien of er weer een reeks wolven bijvoorbeeld weer in Nederland zijn. Of de hertjes in de gaten te houden. Maar daar kan ook een stelletje dat zich onbespied waant af en toe eens op worden vastgelegd, zeker. De hele dag word je gevolgd. Als je naar het station loopt, in de bus, een stukje door het park, als je een broodje haalt, je date staat te zoenen in een steegje of de kroeg uitloopt na dat ene biertje te veel. Je bent de realityster in je eigen openbare bestaan. Maar waar ligt nou de grens? Wat mogen al die camera's vastleggen van jouw leven? Ja, het is eigenlijk niet de vraag wat ze mogen filmen, maar eigenlijk wie mag filmen en met welk doeleinde. Want het doel waarvoor je de camera's inzet, dat bepaalt ook de reikwijdte van wat je mag filmen en wat gefilmd mag worden en wat niet en voor welke duur, et cetera. Dus denk bijvoorbeeld aan camera's die overlast moeten tegengaan bij uitgaansgelegenheden. Nou, die mogen dan aanstaan, mag zelfs in sommige gevallen live beeld ook worden bekeken. Maar dat mag dan natuurlijk alleen maar op het moment dat men ook uitgaat. Dus de donderdag en de vrijdagavond en in de weekenden, et cetera. Dat hoeft niet op maandagochtend om 10 uur aan te staan. Denk aan de ANPR-camera's, die herkennen nummerborden op snelwegen. Nou, dat soort camera's die mogen gericht staan, of die mogen in ieder geval die nummerborden meenemen. Maar dan mogen niet zo gemakkelijk ook de gezichten van de bijrijders en van de bestuurders opnemen. Dus als jij in je auto uit volle borst meezingt, of stiekem in je neus peutert, mag dat dus niet opgenomen worden. Tot zover geen problemen voor je privacy. En op straat komen we zelfs een camera tegen die nog verder gaat in het beschermen van die privacy. Eigenlijk een mooi voorbeeld van hoe het ook kan, of een andere vorm van camera inzit. Namelijk hierboven, daar zo, zie je een telsensor. En een telsensor is ook zijn twee kleine cameraatjes. Maar wat die doen, die houdt alleen maar bij wat er voorbij komt. Dus een fietser, of het een auto is, het vervoersmiddel, of het een wandelaar is. En die kan zo tellen en de verkeersstromen in de gaten houden en zo nuttig zijn voor de gemeente. Helaas gaat er ook veel mis met camera's op straat. Bij privécamera's zien we dat het heel erg vaak fout gaat. Want je komt al gauw in aanraking met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ken je hem nog? De AVG? Dat is een bulk van regels in Europa die bepalen hoe we met persoonsgegevens van anderen om moeten gaan. Namen, geboortedata, plaatsnaam, enzovoort, enzovoort. Die mag je niet zomaar opslaan, tenzij het puur voor jezelf is.
Denk daarvoor bijvoorbeeld aan het hebben van een verjaardagskalender op het toilet. Daar staan persoonsgegevens op van iedereen met de geboortedatum misschien er wel bij. Of in ieder geval het geboortejaar en de dag waarop ze jarig zijn. Nou, dat is een verwerking van persoonsgegevens, maar niet eentje die valt onder de AVG. Nou, hetzelfde geldt met camera's die je zet op bijvoorbeeld je achtertuin of je voortuin. Zodra die alleen maar op je eigen grond gericht zijn, is er niets aan de hand en geldt de AVG niet. Maar op het moment dat er ook maar een klein beetje van de openbare weg, denk aan bijvoorbeeld de stoep of de straat, mee wordt genomen, dan ga je buiten je eigen sfeer en is het buiten dat eigen persoonlijke of zuiver huishoudelijke doeleinde en dan geldt de AVG wel. Maar het punt van een deurbelcamera is dat je wil filmen wie er voor je deur staat. En dat is toch vaak op de openbare weg. En je moet aangeven dat dat dus wordt gedaan. Dus bijvoorbeeld een goede sticker plakken die duidelijk zichtbaar is, zodat mensen ook bijvoorbeeld eromheen zouden kunnen lopen als ze willen. Net als dat bijvoorbeeld de gemeente ook kenbaar maakt dat in de stad, in de binnenstad, cameratoezicht plaatsvindt. Je ziet dan altijd bordjes hangen, moet je nu, vanaf nu maar eens even kijken. En dat is kenbaar maken en dan weten mensen ook van hé, ik word gefilmd. En daar kan ik dan eventueel mijn gedrag op aanpassen of misschien iets niet gaan doen wat ik wel van plan was. Of in ieder geval wetenschap hebben dat dit wordt opgenomen. Het is alleen best lastig om te zorgen dat mensen een sticker of een bordje zien voordat ze het camerabeeld inlopen, bijvoorbeeld van je buurman. Aan die regel kun je dus niet zo makkelijk voldoen. Of je buurman moet aan iedereen toestemming vragen, dan mag het weer wel. Maar dat is niet zo praktisch. Want die gaat niet iedereen die langsloopt vragen om even toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat kan niet. Dat is niet haalbaar. De andere regel waardoor je buurman wel mag filmen is als hij een gerechtvaardigd belang heeft. Oftewel, een goede reden. Wat hij wel kan doen is zeggen van ja, maar er zijn hier in de buurt bijvoorbeeld al een paar keer inbraken geweest. En ik wil gewoon ervoor zorgen dat ik in ieder geval iets in heb om ervoor te zorgen dat ik dat kan vastleggen. Dat het bijvoorbeeld afschrikt, dat mensen niet denken ik ga daar ook inbreken. Of dat mijn fiets de laatste tijd een paar keer is gestolen. Dat zijn allemaal redenen die met zich meewegen dat je kunt aangeven van nou ja, in dit geval is mijn belang de bescherming van mijn huis en mijn spullen daarin of de mensen die daar wonen weegt zwaarder dan de privacy van iedereen die voorbij komt lopen. Oké, je bent dus beschermd tegen ongewenste camera's van bijvoorbeeld die buren. Alhoewel, de AVG-regels worden niet gecontroleerd voor individuen. De politie zal dus niet zomaar op de stoep staan om die camera bij de buurman weg te halen. Maar dat wil niet zeggen dat zomaar alles kan. Vaak, of nu eens als je de rechtspraak bekijkt, zie je best vaak burenruzies met name, waarin dit soort situaties naar voren komen. Dat buren ook camera's hebben staan en die gericht zijn ook een deel op het eigen erf, maar ook een deel op het erf daarnaast, dus van de buren. Nou, dat soort zaken zijn allemaal gebracht, zien we allemaal terug in de rechtspraak. En daar zien we ook dat een belangenafweging moet worden gemaakt. En dat op het moment dat je dus de camera ook gericht hebt op het erf van de buren, dat dat dus in veel gevallen niet mag. Ja, mag niet, mag wel, gebeurt toch. Ja, hoe dan ook, we staan op beeld. Maar wat dan nog? Ik heb toch niks te verbergen? Ja, die hoor ik vaker. Maar het recht op privacy, dat gaat niet alleen maar over dat je iets te verbergen hebt. Het is een zogenoemd vrijheidsrecht. Het gaat er juist om dat anderen dat niet mogen inperken. En dat betekent dat je je gewoon onbespied moet kunnen wanen in de openbare ruimte. Dat je gewoon moet kunnen rondlopen en je niet het idee moet hebben dat de mensen constant aan het meekijken zijn. Waarom niet? Omdat dan ga je je anders gedragen. Bijvoorbeeld als je met je vriend of je vriendin, over je geliefde over straat loopt. En dan toon je minder snel de affectie naar die persoon als je weet dat iemand mee zit te kijken. Je gaat niet op een terrasje zitten en met je vriendin een heel gesprek voeren met bepaalde persoonlijke details erin. Als je denkt dat de camera die daar staat ook meeluistert. En je voelt je niet zo vrij om te gaan staken of om te gaan demonstreren op het moment dat je denkt dat die informatie je zal blijven achtervolgen. Ja, en dat heeft ook zijn gevolgen en is ook heel onwenselijk voor bijvoorbeeld andere rechten grondrechten die je kunt uitoefenen. Denk aan de vrijheid van meningsuiting, denk aan de vrijheid van vereniging, dat je samen kan komen met gelijkgestemden, om in alle vrijheid te kunnen praten over van alles en nog wat. Wacht even, dat willen we niet. Afschaffen die camera's. Nee, dat lijkt me ook geen goed idee. Want die camera's hebben natuurlijk wel een bepaalde functie en die hebben een goed doel en daar zien we ook voorbeelden van. Bijvoorbeeld die ANPR-camera's, dus die kentekens registreren op de snelwegen.
Binnen een uur na de moord op Peter R. de Vries waren de verdachten al gearresteerd, omdat die juist te vinden waren aan de hand van het gebruik van deze camera's. Ze konden de vluchtauto traceren en zo waren ze binnen een uur ingerekend. In het kader van vermissingen, van opsporingsdoeleinden, et cetera. Daar zien we ook een goede reden waarom deze camera's er moeten zijn. En wanneer ze dus een heel goed nut dienen. Alleen ja, dan moeten ze wel beperkt toe worden tot die doeleinden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. En we moeten moeten ook wel een beetje opletten dat we niet stapje bij beetje steeds dichterbij komen bij het moment dat je niet meer onbespied kunt wanen in de openbare ruimte. En dat we op een gegeven moment misschien zeggen tot hier en niet verder. Dus denk vooral zelf goed na of je een camera ophangt en wat je ervan vindt dat je overal op beeld staat. Wij gaan in de tussentijd gewoon weer verder op pad met onze camera en microfoon. Alles netjes volgens de regels natuurlijk. Tot de volgende! Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn! Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja! We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan! Gezellig!